Hey, Harry met Micha. Ik hou. Hey. Hey, listen, nu is in het nieuws gekomen dat Henk Krol een geheime deal heeft gesloten met justitie om te zwijgen over de zaak Demming. Ja, Oh, dat wist ik niet. het zat er al aan te komen. Dat heeft Wat zegt de Oskam zaak dan? gezegd op de radio in het programma vannacht van Poons. Oké. Ja, maar. Hoe heet het? Nou, 14 oktober dan. Ik ben hier inmiddels in het buitenland. Ik ben gevlucht uit Nederland. Omdat ik nu al eigenlijk voortdurend zo word geterroriseerd en geïntimideerd door justitie. Dat de situatie voor mij in Nederland niet meer leefbaar is. Ik sta op een geheime zwarte lijst van justitie. Dat is ook door de NOS gepubliceerd. Dat staat allemaal vast. Ze hebben op de Dam, bij de kroning van Willem-Alexander op 30 april, hebben ze de debiele fout gemaakt. Door iemand te arresteren die op mij leek, denkende dat ik het was. Die hebben ze daarna weer moeten vrijlaten. Burgemeester Van der Laan heeft daar een persconferentie over moeten geven. Ik heb het allemaal niet meegemaakt, want ik hoef het allemaal niet meer. Ik ben er allemaal niet meer bij, maar goed. En toen hebben ze dus toegegeven dat ze dachten dat ze mij arresteerden. En dat ze daarom. En dat ik op een zogenaamde zwarte lijst sta. En dat heeft allemaal dus. Oké. Ja, nou goed, het heeft allemaal te maken met die Demmingzaak. Maar goed, ik kom natuurlijk steeds sterker te staan. Naarmate dus mijn gelijk steeds meer wordt bevestigd. Maar daarmee wordt het natuurlijk ook steeds gevaarlijker voor mij. Nou, wat is nou het punt? Kijk, ja, ik blijf gewoon hoop op jou vestigen en op de SP. Ja, je moet iets, weet je wel. Ik vind het onbegrijpelijk dat de PVV ook zwijgt over die Demmingzaak. Weet je wel? Het is gewoon niet te filmen. Weet jij wat er gebeurd is in Straatsburg met lid van het Europarlement Lucas Hartong? Dat hij op een gegeven moment vragen stelde over Demming, dat hij door de politie is weggesleurd uit een hoorzitting van de Raad van Ministers. Daarmee bekend? Dat hij gewoon gearresteerd Nee, werd? nee, nee. Nee, dat is allemaal gebeurd, Harry. Dus, nou goed. Ik Nu. weet dat Pieter Omtzigt, die sprak ik er vorige week over, die zou opnieuw Kamervragen gesteld hebben. Ja, die heeft hij al gedaan. Die zijn al Ja. ingediend. Dat zijn nog samen met Oskam, twee van het Oké. CDA. Ja, Oké. maar het is ook heel opmerkelijk. En dat zeg ik helemaal met jou wel. Hoe kan het nou toch zo zijn dat de SP gewoon zo totaal passief is op dit punt? Ja, je weet dat er een lange voorgeschiedenis is. Dat heb ik allemaal mezelf aan de lijve meegemaakt met Christa van Velzen. En volgens mij is het nog steeds zo dat Christa gewoon eruit gekikt is door de zaak Demming. Op basis van oecasus van Joris zelf. Dat kan niet anders, want zij was dus degene die toen op de tv heeft gezegd: zo kan het niet langer en morgen moet hij weg. Nou, toen was ze zelf weg. Weet je wel? Maar nu is de tijd denk ik wel rijp voor de SP om de fakkel van Christa weer in ere te herstellen. En gewoon dat opnieuw, er is nu zoveel steun ook en het CDA doet mee. Ja, waarom moet de SP dan de erfenis van Christa niet opnemen? Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. Ik heb het ook voorgelegd aan onze woordvoerder, maar die ziet er helemaal niks in. Die zegt, ja, ik kan er niks mee. Ik moet nieuwe bewijzen hebben, andere dingen. En ja, ik kan moeilijk zelf gaan spitten, dus. Ja, maar dat is natuurlijk waanzin. Dat is natuurlijk waanzin. Het kan toch niet zo zijn dat het CDA, dat de lat voor het CDA dan blijkbaar veel lager ligt dan voor de SP als het gaat om dit soort initiatieven te nemen. Nou, Dat geloof ik niet. nee, dat geloof ik ook niet. Maar feit is wel dat ze Omtzigt hier al wel langer mee bezig is. Hè? Dat weet jij ook. Ja, maar de SP heeft toch een traditie, toch wel enigszins als het dit soort onderwerpen betreft. Ik bedoel. Er moet iets anders aan de hand zijn. Ik heb Jan de Wit, die is ook totaal, weet je wel, die heeft die commissie ook in mijn ogen ook gekregen van Demming, die FOP-commissie kredietcrisis. Kijk, en inmiddels zijn we in een situatie dat alles wat in Nederland gebeurt, elke stap in de politiek staat in het teken van de zaak Demming. Alle benoemingen, alle moves, weet je wel, alles is daarop terug te voeren, daarop te verklaren. Dus we krijgen een soort van. Nou, Nou, dat denk ik dat wel. lijkt me niet hoor, Nou, dat lijkt me niet. dat denk ik wel. Ja, dat mag je denken, maar Nou, ik weet wel zeker, ik want denk weet dat ze jij niet. dat. Nou ja, goed. Ja, jij kent het dossier natuurlijk niet zo goed, ook op buitenland gebied. Nee. Weet jij dat Demming gewoon zo'n beetje alle ambassadeurs. Dat er nu in Ierland, dat gewoon. Weet je wel, dat op alle ambassades over Demming gesproken wordt. Iedereen weet het. Heel Den Haag weet dat het waar is. Iedereen kent de verhalen. Demming gebruikt de ambassades in Tokio, in Dublin, gewoon om kinderen te. Dat Ja. weten ze gewoon. Dat is gewoon bekend.
Weet je? Ik vind het interessant dat die zaak nou vanuit Turkije wordt aangezwengeld. En ik wacht de ontwikkelingen even af. Maar ja, ik ben ook niet de woordvoerder op het terrein. Maar ik denk dat daar nog het laatste woord niet over gesproken is. Dus nee, ik wacht dat even af, joh. Nee, dat begrijp ik heel goed. Maar kijk, omdat ik jou toevallig ken, omdat ik ooit lang geleden iemand jouw 06-nummer gekregen heb, bel ik jou, maar ook gewoon, ja, weet je wel. Mm-hmm. Maar goed, het gaat er natuurlijk om dat natuurlijk die Kamervragen gesteund moeten worden. Kijk, en dan kom ik toch op het punt waarom de SP zich daar niet actiever in opstelt. En dan kom jij dus met het verhaal van, jij de woordvoerder. Ik bedoel, hoe de fuck is de woordvoerder? Dat heeft die enige macht of zo. Kom op, is het gekozen? Woordvoering precies zelf of ze als Kamervragen overstellen. Kan niet een collega kan zeggen, jij moet dit, jij moet dat. Zo werkt dat niet. Nee, ik dacht, je bedoelde een woordvoerder. Nee, dat is die Kooiman, geloof ik, hè? Mm-hmm, mm-hmm. Ja, oké, die heb ik één keer gesproken. Ja, ik bedoel, het is toch merkwaardig. Misschien moet ik wel eens met haar spreken. Laat ik in ieder geval vragen of zij mij belt. Dat ik gewoon, wat er is. Ik bedoel, zij moet wel natuurlijk weten wat er speelt. Ik bedoel, zij kan niet zeggen van er is niks. Ik bedoel, als heel Nederland op zijn kop staat, er zijn overal rechtszaken. En dan kan zij niet zeggen er is niks aan de hand. Nee. Dat is raar. Ik bedoel, je stelt toch Kamervragen? Niet omdat je al precies weet hoe het zit, maar juist omdat je wil weten hoe het zit. Precies, exact. Ja. Dus in die zin zou ze daar, snap je? Dus dus dan weet je, ja goed, even kijken. Nou weet je, ik geef je nog een, jij hebt mijn 06 waarschijnlijk ook wel misschien niet bij de hand. Dan geef ik dat gewoon nu aan jou met de vraag of zij mij dan wil bellen. Nee, zo werkt dat niet. Ik kan moeilijk, jullie moeten zelf maar even bellen gewoon. Op dit moment trouwens ziek, dus je zult het nou niet bereiken, maar bel er later in de week even. Maar goed, ik heb natuurlijk geen direct nummer van haar, hè? Maar als jij dan haar dat voorkookt, dan komt ze wel aan de lijn, denk ik. Ja, oké. Okay. Ja. Ik zal met haar praten. Nou ja, oké, hartstikke goed. Ja, en goed, de hele buitenlandlink, kijk, er is natuurlijk die chantage vanuit Turkije, ja, die staat nu wel vast. Ja. Kijk, en we zitten ook met de Albayrak kwestie, ik weet niet of je dat hebt gevolgd, maar er komt dus nu zoveel informatie los, die hele Albayrak maffia. Die is dus helemaal gekoppeld aan Demming. Daar zijn nu ook bewijzen voor. Dat dus gewoon, Albayrak is gewoon benoemd, die is gewoon opgestegen op basis van chantage vanuit Turkije. Die werd gewoon aangestuurd door Ankara. En niet alleen zij, maar ook haar nicht Noorten. He? Dus gewoon, zo erg is het, Harry. Kijk, en daar zijn er gewoon bewijzen voor. Weet je? Ja, dat komt dan vanzelf wel uit. Dus, maar ik moet nu verder. Ik kan hier nu niet veel langer over doorpraten. Ik zal in ieder geval onze woordvoerder nog even alerteren, zoals dat ze mooi heet. Ja, nou, bedankt Harry en good luck. Okay. En tot na de order. Oké. Heel goed. Ja. Dag. Hi.